status kruipt waar het niet gaan kan. In Den Bel, waar dat ze dan allemaal nieuwe lokalen hebben gemaakt en landschapskantoren. Dat liep ik dan rond en dan zei ze, ja kijk, dat is toch wel echt het nieuwe werken. En grote kantoren en aan de achterwand zo'n paar van die glazen hokken. Ik dacht, ja, dat is inderdaad, want daar kun je dan, als je zwaar moet telefoneren of iets rustig moet afwerken, dan kan je daar gaan zitten. Nee, dat is voor de bazen. Ja, dat staat natuurlijk wel haaks op het idee van het nieuwe werken. En dat is een cultureel verhaal en dat is wat mij betreft hoofdzakelijk ook een structuurverhaal. Je kan niet mensen anders gaan laten werken als je ook niet aan de organisatiestructuur raakt. Dus wat we eerst en vooral gaan moeten doen, is van oud naar nieuw organiseren. Langer, met meer, met goesting aan het werk. Heel belangrijk dus dat we daar een olijfboomtuin niet worden voor ons mensen en geen verdere citroenpersen. Om mensen als kudde te beschouwen, waar dus niemand mocht uitspringen, iedereen gelijk voor de wet, dat was het principe natuurlijk, en dat was fantastisch. En nu zouden we dat dus eigenlijk terug moeten omdraaien naar iedereen uniek. Hebben wij een plan uitgewerkt, dat we het metroplan noemen? We willen het visueel voorstellen, zodanig dat elke verpleegkundige met zijn eigen metroplan een stuk de regie van de loopbaan zelf in handen kan nemen. En we koppelen dat aan een tweede belangrijk gegeven, en dat is de hele functiedifferentiatie in de ziekenhuizen. Het is dus telkens van, er zijn trajecten, de loopbaan is een beetje reizen, maar het is vooral ook telkens kiezen. Als ik op een kruispunt sta, dan weet ik dat mijn organisatie dat aanbiedt, maar zal ik zelf de keuze moeten maken, zal ik zelf de regie moeten in handen nemen waar ik naartoe wil. De bedoeling is van met plezier aan het werk te blijven. En de vier zaken die daarin spelen, of die ik hier kort eerst wil voorstellen, is alles wat te maken heeft met wat wij de Westen werklastestimatie, de mobiele equipe, het gezond verroosteren en een 12-uren shift. Die hoge gemiddelde leeftijd brengt toch wel wat operationele problemen met zich mee. Vooral in onze operationele diensten, dus onze lassers, onze techniekers, daar ligt de leeftijd redelijk hoog, ligt vaak rond de 50 jaar. Mensen werken daar ook vaak part-time en kunnen daardoor ook wachtdiensten weigeren. Dus het is niet altijd even eenvoudig in onze operationele diensten om dat draaiend te houden. Die organizational commitment bij de min 25-jarigen en ook job engagement bij de min 25-jarigen, die ligt heel hoog. En dan hebben we een knik. Dat is blijkbaar in alle bedrijven zo, in de meeste bedrijven zo. Maar eigenlijk zie je daarna, volgens de verschillende leeftijdsgroepen, dat die organizational commitment vlak blijft. Naar het vooroordeel, oudere medewerkers zijn minder gemotiveerd, dat we dit toch wel iets of wat kunnen tegenspreken. Samenwerking met collega's, werkorganisatie, evaluatiepolitiek, dat gaat meer over tevredenheid natuurlijk. En ook daar zie je die knik.